beneden. Omhoog, omhoog. Yo, gasten, de King 77L. En je ziet mijn oog. Het is ineens weer vanochtend. Ik heb zalf en druppels. Het was bijna over. Gewoon weekend gehad en ik werd vanochtend wakker. Ik moest naar het fysiek in huis ook nog met mijn oog. Zo. Maar ja, dan ben ik net verder. Ik laat het even zien aan jullie. Want dan speel ik dus met een bril. En ik zou eigenlijk niet opnemen, maar het is de 84e aflevering live op maandag. En ik kan niet laten. Ik ga nu opnemen. Het is al maandag 7:50. Ik kan ook zien dat ik nu in de barracks en de leaderboards geen ranking heb, weekly. Boop. Not ranked. Mijn Tammen uit de Rally doet het goed, 2-2, netjes stom. En ja, ik ga gewoon spelen met een bril op. Dus ik verwacht er weer niks van. Maar ik moet het gewoon opnemen, dat hoort gewoon, hè. Ground War natuurlijk. En ik ga proberen een mock-up te halen voor jullie live. De mensen die we niet kennen, als je live op maandag, als je in de kot scene zit en je kent live op maandag niet, dan mag je echt dood, dan mag je echt doodschaam, joh. Oh nee, nou ja, maar uiteindelijk dat ik hem op speel, het is toch vrij kansloos met de bedoppen. Ze kiezen toch, kijk, Arcadian is een van de betere maps. En Terminal is een snipe map en die is gewoon populair. Maar je wint bijvoorbeeld nooit, de enige map waarmee je het foten nooit wint, is Terminal. Dat is raar. En Dome bij Regular misschien. Maar hè, als jij gewoon een andere map wil, kan je zeker. Ik heb beter uit de lobby gaan, dat kan je vergeten gewoon. Ze zijn allemaal, ik heb mijn bril wel goed zitten, ik zie het anders goed als ze maar ze geven. Ah, fuck it ook. Ze zijn allemaal helemaal geil van die maps, zeg maar. En mensen denken, wat is er zo overhaald? Ik word weer geopend. Ik ben een fysiekhuis geweest. Ik heb hier een vist al heel lang. Wat ik na de E3, heb ik zo geregeld natuurlijk. En ik kon ook niet anders qua schema. Word ik geopend onder narcose nu. Voor de 8e keer naar geopend. En daar komt ook mijn oog door. Dat af en toe ineens niet schoonstoken is. En dat heb ik soms 1 keer per 2 weken. Soms 1 keer per maand. Soms 1 keer per 3 maanden. Ik had het een tijdje niet gehad. En nu heb ik het precies in mijn vakantie. Nu heb ik er last van. Ik denk dat jullie wel begrip hebben voor mijn keuze dat ik de ACR ga pakken. Deze map, kill confirmed. Nee! Nee! Dat kan maar één ding betekenen wat er nu gebeurde. Een hacker. Ik zag hoe lang het hing. Ja, hacker. 100% hacker. Nou. Ziet mensen al eruit gaan. Maar laten we hopen dat hij in mijn team zit. Dat gaan we zo snel checken, want dan moet ik er echt uit gaan. Kut, ik wou die kijk tech niet pakken. What the fuck? Even kijken, 0-2, 2-0 bij ons. Bij hun team heeft niemand nog 2-0, ja eentje. Ze hebben trouwens allemaal hele slechte connecties hier. Twee bars. En je ziet het, de enige reden waarom iedereen het kiest is voor het achterlijke, en ik blijf het gewoon zeggen, achterlijke snipe. Waarom doe ik het ook zo? Die gast naast me doet ook geen flikker! Jongen. Achterlijke snipers! Ik speel ook face met vis nu, maar ik snap het niet. Vaak gaan ze met tactical search. Ik speelde wel mee in het face, maar ik gebruik hem eigenlijk zelf, dat zien jullie ook. En ze gaan dan vaak bijna, eigenlijk bijna altijd gaan ze falen slecht. Ik ben niet zo'n goede sniper, maar ik sta nog redelijk. Maar die gasten die meestal, die gasten die snipen, die kunnen niet eens snipen. Oh jee, kut. En maar blijven snipen. Nam risico. Oh nee! Oh nee, een wallbanger. Ha! De tegenstanders zijn weer afgrijzelijk. Hoe ze spelen, hè? Doei! Wij hebben geen hacker. Is geen hacker, denk ik. Nee, geen hacker. Oké. Okay. Dat is gewoon een beetje laggy. Dat daardoor dat hangen. Normaal als het zo hangt, het begin van de match, beeld. Dan is het dus een hacker. Bijna altijd. Blijkbaar niet altijd, want nu dus niet. Huh? Oh, het is tactical search, daar is het. Nou, hoe kan je verdedigen tegenover snipers? Dat is de. En een wallbanger met marksman. Dat is. Wow! Dat lijkt die gast. Dat is stealthy class spelen. Stealthy class is blind eye niet dan zakelijk. Maar ik speel. Nou, nu wel. Ze hebben een Reaper. Dan speel ik dus gewoon met een. Met assassino. Met assassin. Waardoor ze hem niet. Dat een marksman kunnen abusen. Kijk, hij zal wel iets spawnen. God, kaleren zeg. Ik was net dat ding aan het gooien.
Nee, dat is echt dom. Dat is heel dom. Man. Nou ja, maar waarom zei ik... Ik zal de stats even laten zien. Iedereen staat slecht. Dat is echt verschrikkelijk. En we blijven snipen. En blijf snipen. En de gamer blijft pesten. Hartstikke vet, man. Ik doe kaar gewoon lekker aan zo. Nee, ik ben eruit gegaan omdat ik dan denk, ja... Ik spelen met een handicap. Daar heb ik daar niet zo'n zin in. En dan loop ik alleen maar te zeiken. En ik moet eerlijk zeggen, ik ben de grootste zeiker die er is. Maar... Waarom vinden bijvoorbeeld een Activision en een EA en zo mij interessant? Zo ik ook ouder ben. Omdat zij vinden dat het letterlijk te horen kregen bij ze. Dat mijn kritiek. En ook in het gesprek wat ik had met Microsoft trouwens. Die vonden ook heel goed dat ik heel goed was met kritiek. Mijn kritiek is altijd gebaseerd op feiten. Natuurlijk heb je wel sommige dingen zijn een mening. Maar je kan ook zo'n goede mening hebben dat het bijna een feit is. En die heb ik! Die heb ik echt. Fallen op regular. Come on, jongens. Dat is ook geen feit. Dat logisch is dat je een bootleg kiest. Dat is een feit. Geen mening. Nee, opa. Zet de comments. Je kan toch ook gewoon zijn met je wel gewoon vangen een leuke vindt. Ik speel ook al sinds Black Ops 2. Ik weet het wel. Ik ken de cutscene heel goed. Nee! Niet! Je kan pas echt oordelen over Call of Duty, ook over die trailer kreeg natuurlijk kritiek op dat ik daar vrij hard over was. Maar ja, ik had het over de setting. Paul, het is een single player hoor, het is geen multiplayer trailer. Nee, dat weet ik ook, ik ben ook een skelemogol. Jij bent een skelemogol, dat je dat niet door hebt, mafkees. Ik had het over de setting. De setting is future. 40 jaar verder of zo, weet ik veel ver. Dat moet kappen. Ik wil gewoon nu spelen. In het heden. Wat ben ik eigenlijk bezig? Maar daar had ik het over. En dat zien ook gewoon de publishers. Die denken, die man heeft een goede mening. Die komt met feiten waarom het kut is. Het zijn feiten. De setting is niet goed. Je moet naar dit. Dit is veel groen weer en zo. Niet blauw, niet de toekomst. Gewoon groen, oorlogskleuren en zo. En als ik Spacecraft wil spelen... Dan ga ik wel... Nee! Dan ga ik wel... Titanfall spelen. Genoeg andere games. Je kan al 80 opdoen. Rechts of links? Rechts of links? Op dat! Ik was even in de war door mijn headset. Ik hoorde hem van rechts en ik... Heb ik niet verkeerd om? Nee. Hè? Ik keek gewoon de verkeerde kant op dat ik op mijn geluid afging met mijn sitrap. Nou, dat is de camper. Dat is gewoon stom. Ik zie ook geen flikker natuurlijk, hè. Die zon is vrij donker, maar ik heb niet echt een andere. Die zien er niet uit. Ik heb wel een andere, die is ook vrij donker. Ik heb geen lichte zon. Moet ik echt kopen met tegenwoordig met mijn ogen. Dat ik gewoon... Klootzak. Die zag ik ook niet eens. Heb je zo'n team gehad? Joh. Doei. Oh. Ah, een skaletje weer. Oh, een MK14. Nou, kom maar erbij. Yep. Fucking MK14 camper met je gore kutkop. Denk je wel niet, man. Mafkees. Kijk dan achter je of voor je. Kijk even verkeerd. Ik keek verkeerd, maar. Ik zie geen flikker. Het bootleg is net echt te donker nu hoor. Waar de mes maar blauw nu? Nu wel! Waar is het maar blauw? Als het maar de toekomst was, het gewoon blauwe maps. Dan kan ik er iets aan zien. Wat? Je kan wel gekild worden met blind eye, hè? Ik zie het, ik heb blind eye. Je kan gekild worden met blind eye door een helikopter. Dat kan, PvL, als iemand in je buurt loopt. Maar dat kan niet. Hè, dat kan niet als je alleen loopt. Dat ziet me niet, dat ding, toch? Wat? Leuk om te zeggen, gewoon heel. Wat? Wat? Huh? Wat? Zo, je hebt het druk. Ik zie geflikkerd, ik hoor hem ook niet meer. Ik speel ook echt dramatisch, maar het is echt kut spelen. En dat is natuurlijk geen excuus. Het klinkt wel zo, maar het is het echt niet. Het is echt kut. Oh, daar ligt er eentje. Nou, dat is echt niet slim van me. Ga ik erheen lopen, die pakketjes. Ik ben ook helemaal in de war gewoon. Helemaal in de war, joh. Ik ben echt in de war. Ik ben helemaal in de war, joh. Ik ben helemaal in de war.
gewoon. Ik heb wel een goed team, zeg. Hoeveel shit kan je nou op regular dat we ineens een zoveel shit tegen krijgen? Hoe kan dat nou? Ja, boom, dood. Oh nee, hij viel toch dood, ja. Er staat al voor, dus die gasten zijn ook geen flinkers, die zijn alleen maar met de killstreaks bezig. Oh, nou gewoon eten, lekker man. Wow, fuck you! Die kraanboop weer lekker. Ik zie geen flikker met die bril. De schilder. Zal ik gewoon mijn ogen zo spelen? Eén, ik ga één, gewoon één match proberen. Oh, mijn oog. Hè, voordat ik denk dat ik me aanstel. Ik zie dus gewoon echt gewoon... met dit oog zit ook een salf in. Ik heb een salf moeten smeren. En is normaal wazig of zo. Net begon. Nou, laten we het eens hopen dan. Op de map waar ik eigenlijk wel... best wel van mijn gehaald heb. Geen hacker, nee, zoals hier niet. Niemand met een hoog. Tot nu toe niet, want ik kan al nog gaan hacken. Ah, ik word gesponsord op A, dan moet je eigenlijk uitgaan. Dat heeft helemaal geen zin in. Godverdomme. Ik moet eerlijk bekennen dat die gozer ook totale bullshit dat ik hem killde. Die voorste, maar die achtste, die killde me zo snel daarna. Jongetjes, als je met team, hè, beste teamgenootjes, als je die gewoon op A blijven kleuteren met z'n allen, dan gaan we het niet uitkomen. Ik meld, dan gaat dit dus gebeuren. Dan denk ik, meld het gewoon eventjes voor jullie. Zodat jullie het niet snappen, beste teamgenootjes. Maar dit gaat dus gewoon de hele tijd, gewoon het hele potje door. Dat is het kutte van Interchange. Als je niet met een team speelt. Voor de mensen die denken, Paul, je bent gewoon noob, kijk je steeds. Hier kan je dus helemaal niks doen op Interchange. Hier kom je niet meer uit. Hier kom je niet meer uit! Auw. Leuk spel, zeg. Nog een keer regular proberen. Laatste keer zoeken. Dat is toch geen die in XXL. Dat houdt niet voor me oog. Sniper no. Terminal. Nou. Weer gespond uit A word ik. Jezus, Mina, ik was wel. Ik weet het al ingegooid, maar het is toch afgelopen hoor. Wonderteam, 526. Yo, Vevan, je bent niet de allerbeste speler die ik ooit zie. Ik doe heel even, gewoon als de match zeg maar nog niet begonnen, ik doe gewoon mijn stand even op. En dan wordt dit echt het laatste potje, anders wordt het weer een te XXL-lerige aflevering. En ja, ik kwam in een goed team. Daar ben ik trots op en blij mee. Ik ga tussen kijken, gewoon even een beetje porno kan downloaden op internet. Misschien kan mensen in de reacties achterlaten nog goede sites voor porno. Nee, ga je. Maar die geintje hoor. Ik mag je niet met een voorbeeldfunctie leraar, bla bla bla. La 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 la. Ja, saai is het ervan naar mijn eigen video's te kijken, dat soort dingen. Het is regular, ik kies toch arcade, dan moet ik weer discussie beginnen. Maar wat kan ik toch meer over zeiken? De trailer. Laat ook even achter nog een keer. Nu een paar dagen daarna. Ik heb geen commentary. Gewoon een commentary geüpload. Komt alweer op. Maar gewoon een kort commentary wil ik dan. Wat jullie nou van de trailer vinden in de comments. Had ik al gezegd. Wat vinden jullie nou van Advanced Warfare? Nou, een paar dagen. Je hebt het even in kunnen laten zakken. Dus misschien. Intussen heb je discussies gehad. Met je vriendjes erover. Mijn bril gaat verstaan. Fuck. En laat weten. En ik knip die ook niet naar jullie. Al vind ik jullie allemaal best wel lekker. Maar dit is gewoon. Wow.
Wow. Ze moeten wel rust in mijn ogen, denk ik. Dat is het beste. Maar, laat weten wat jullie het nou van vinden. Gaat het wat worden of gaat het gewoon niets worden? Ik denk, helaas, dat het niets gaat worden. En dat is echt kut. Het komt door het altijd blauw. Blauw is geen kleur van Call of Duty. Het is groen en ze shirt groen. Nou, niet die kleur groen. Een beetje gay, maar gewoon een beetje lege groen. Deze map ook. Dit straalt gewoon nu uit. Het hele gewoon nu. Misschien 3 jaar verder, maar niet 40 jaar verder. En dat ik hier ook nu een knopje druk. Komt er van alles uit. En dan klim ik hier fucking muur op. Dat wil ik niet. Spider-Man. Weet ik jou niet, wil? Als je al niet zo lekker gaat, last van je ogen hebt, krijg je eigenlijk gewoon een goede map. En de eerste def is dan weer een sniper. Ik denk wel dat het daar wel tijd voor wordt langzamerhand, hè. Kot, dat ze dus separate lobby's gaan doen, hè, voor snipertjes. Godverdomme! Af en toe krijg je deze game, gewoon van kot in het algemeen, gewoon spontaan de gekke koeienziekte! Boom, aim! Dat was helemaal zijn eigen schuld hoor. Heel slecht hoe ik dat spreekde, die eerste. Waarom ging ik ook liggen? Daar ging ik dood hoor. Ik dacht, joh, moet je doen, joh. Hoe blijf staan, joh? Oh, oh, campers! Top was het. Ze hebben niet orde naar bed gebracht. Dan loop ik te schreeuwen weer als een malloot door die tyfus game. Ik weet niet wie er nu meekijkt. Maar ik deed die allemaal. Ik zag het even niet. Door mijn linker oog was water, dan ging ik wel spreken. Dat jullie wel kunnen zien dat deze lobby niet speelbaar is weer. Weer! Toen heb ik geen lobby gehad nog die een beetje speelbaar is. Van een solo mo-appie. Maar dat ben ik al gewend. Maar dan heb je niet gehandicapt. Ik ben natuurlijk licht gehandicapt. Ik ben al geestelijk gehandicapt natuurlijk, of van mezelf, dat weten jullie wel, als je me een beetje kent. Maar de fysieke ongemakken maakt het dan niet makkelijker natuurlijk. Zit ik tussen weer geswitcht ben, waarom weet ik niet hoor, dat is gewoon random. Zitten die idioten nou? Zit er eentje boven, maar die zit met assassin boven me. Daar dus, eentje nu. Daar loopt er eentje, kill hem dan, ja, en dan komt er eentje naar beneden. Wat zit er nou, joh? Daar dus. Paal, slecht, slecht, slecht. Wat een idioten! Wat een idioten! Wat een idioten! Wat een idioot, zagen jullie ze? Ik zie geen flikker, mijn ogen, linker oog is gewoon continu wazig. Als je echt ziet dat ik slecht aim, ga ik haten, het is eigenlijk nog knap dat je raakt, want ik zie het gewoon niet. Oh ja, lekker. Ik ga gewoon campen, what the fuck, ik ga gewoon malba zo nog even. Ah. Ik laat gewoon even op zijn beloop. Dan mag ik, ik kan niet goed rusten, want mijn oog traant gewoon. Hij traant, het is. Vond het alsof er een vliegje in je oog zit. Als je aan het fietsen bent, dat er een vliegje in je oog komt, ze voelt het continu. Dus elke kill die ik maak is een wonder. Zo pro ben ik eigenlijk. Nee, ik moet niet overdrijven natuurlijk. Oeh! Zal ik gewoon campen? Oh, mijn oog. Kijk hier. What the fuck? Ik ga even campen hoor, sorry jongens. Nee, ik kan niet hier campen. Ik moet even hier weg hier, joh.
Oh, mijn oog. Oh, die bril had ik toch op moeten nemen. Kom dan. Oeh, dat is slecht. Ja, ik doe gewoon elke keer, jongens. Ik kom geen laser. Oh, kut. Wat zit ik op zo'n strik zit ik eigenlijk? Wel op een 12, 13, 14, weet ik niet. Hoger? Dat is niet handig. Het zijn er maar 5. Ik moet er gewoon C hebben, ik er allemaal op gehad, joh. Ik ben het schreeuwen, die gast. Geef ze nou een cap, jongens. Oh, maar 1, maar dat komt echt door de traan. Dat is beter. Auw. Ik hoor ze, maar precies niet. Hoe lang heb ik nog? Niet zo heel lang. Dat is gunstig voor de tijd. Ja, ik zie het niet. Ja, ik hoor het zien. Fuck. Bijna gehaald nog, ik weet niet hoe hoog het stiek was. Ik zag het niet meer. Dank. Oh, God. Vijftien ziek, man. Nou, sorry. 3. Misschien likes voor het respect dat ik dit doe. Ik moet zo even in stijl proberen tussen toe afscheid te nemen. Nee, wat aan is. Fuck it. 3.